Dag allemaal en welkom terug bij Planet Zoo, aflevering nummer 2. Ik heb de game even een klein beetje door laten spelen en ik kreeg net de melding dat Actoyla of zoiets, ik weet niet precies meer, op het punt staat te bevallen en kijk nou hier. Kijk nou eens, onze allereerste baby in Dynamic Nederland. Hoe schattig is dat? Dat betekent in ieder geval dat onze dieren blij zijn. En dan ben ik ook blij. Kijk nou hoe klein die is. Dus ja, de dieren hebben het naar hun zin. Dat is, waar spring jij ineens heen? Die springt ineens heel ver de lucht in. Oh, hier is ze terechtgekomen. Oké. Okay. En het regent weer. Het is toch echt Nederland, hè? Gezellig. De parapluetjes komen. Dus tassen uit, dus dat is top. En we hebben ietsjes geld gespaard. 8000. Volgens mij gingen we weg bij 6000 in de vorige aflevering. Maar in de vorige aflevering hebben we dit dus gebouwd. Mocht je die nou gemist hebben, check die dan nog even. Want dit is aflevering nummer 2 en we gaan verder vanaf hier. In de vorige aflevering heb ik jullie een beetje uitgelegd hoe je nou zo'n franchise zoo het beste kunt beginnen. En dat hebben we zo een beetje gedaan. En vandaag wil ik gewoon leuke nieuwe dieren toevoegen. En eigenlijk, ik heb de nieuwste pack, dus de, wat was dat? Iets van het Night Pack of zo. Ik weet niet meer hoe die heet. daar heb ik nog helemaal geen dieren van gezien. Dus dat wil ik heel graag zien. Dus ik denk dat we daar vandaag dus dieren van gaan toevoegen. Ik kan er niet tegen dat ik niet weet hoe die pack heet. Dus ik ga even kijken hoe dat ook weer heet. Het schemerpakket. Dat was hem. Twilight Pack, geloof ik, in het Engels. Dus daar gaan we wat dieren van toevoegen. Misschien 1 of 2. Ik denk, volgens mij zitten er ook wat kleine dieren in. Dus daar gaan we leuke habitat... Misschien kunnen we wel een soort walkthrough habitat maken. Dus waar de mensen doorheen kunnen wandelen als een soort parkje. Moeten we even zien. Vind je het nou leuk dat we hier weer terug zijn? Laat dan een like achter. En vergeet niet te abonneren om een beetje op de hoogte te blijven als ik weer nieuwe afleveringen upload. En dan gaan we nu eerst even kijken welke dieren we gaan toevoegen. Nou, en omdat ik dus wilde dat er... ik wil eigenlijk het liefst de 2 dieren bij elkaar hebben. En ik heb dus even gekeken. In die Twilight Pack zijn er dieren die bij elkaar kunnen leven. Ondertussen hebben we trouwens ook een reward gekregen voor 1000... hoeveel bezoekers? 300 bezoekers. Dus die claimen we hebben gelijk wat meer geld. En educatie naar 4%. Daar krijgen we ook nog $500 voor. Dus zo stroomt het geld lekker binnen. Er zijn natuurlijk nog veel meer dingen waarop je veel geld kunt krijgen door bijvoorbeeld vivariumdieren te verkopen en dergelijke. Maar wij houden het nu even op gewone habitatdieren. En ik zag dus dat de gestreepte skunk, dat is een stinkdier, toch? Ja, volgens mij wel. Die kan samenleven met de wasbeer. En dat vind ik allebei best wel toffe dieren eigenlijk. Dus ik denk dat we een habitat gaan bouwen met die 2. Mits we die natuurlijk kunnen betalen, want dat weet ik niet. Maar ik denk het wel, het zijn niet hele grote dieren ook. Dus laten we gewoon eens naar ze allebei kijken. De wasbeer dus. Ze zijn daar niet bezorgd over. Er zijn ontzettend veel in het wild. Ik geloof ook dat in de VS, zeg maar, zijn deze dieren een soort pest. Dus het is meer een beetje zoals ratten in Nederland. Dat zijn dieren die je liever niet hebt. Want ze halen je vuilnis overhoop en zulke dingen. Ze leven dus in Noord-Amerika, Midden-Amerika. In Canada, Verenigde Staten, Mexico, Guatemala. Ook in tropische klimaten dus. Dat wist ik helemaal niet. Maar dus ook in gematigd. Dat is waar we nu ook zitten. Dus ik denk dat we een gematigd Noord-Amerikaans habitat gaan maken. 210 vierkante meter hebben ze nodig. Ze kunnen goed klimmen dus. En ze hebben ook wat water nodig. Ze hebben een klasse 2 onbeklimbaar hek nodig van meer dan 3 meter. Dat is echt wel huge. Dat wist ik niet eigenlijk. En ze kunnen met minimaal 2, maximaal 5 leven. En ze zijn zelfverzekerd. En de bezoekers kan de habitat betreden. Dus we kunnen een habitat maken waar de bezoekers doorheen kunnen lopen. Dat is misschien wel leuk. Moeten we wel even kijken of dat het dus ook kan voor de gestreepte skunk. Want die hebben we hier. Daar zijn ze ook niet bezorgd over. Blijkbaar zijn daar ook meer dan genoeg van. Leven dus in hetzelfde gebied. In Canada, Verenigde Staten en Mexico. Ook weer het gematigd klimaat. Zij kunnen niet klimmen. Dus je zou hun ook in een kleiner hekje of een kleiner gebiedje kunnen doen. Maar in dit geval gaan we ze samen doen met de wasberen. Dus krijgen ze een hoog hek. Je kan er 1 of 2 in doen. En de bezoekers kunnen de habitat niet betreden met de skunk. Dus dat is een probleem. Dan gaan we dus niet een doorloophabitat maken vandaag. Maar
Dat komt dan nog wel. Wat we wel gaan doen is gewoon een leuk plekje voor ze bouwen. Waar mensen ze makkelijk kunnen zien. Ik denk dat ik maar gewoon deze kant op ga. Dus maak ik een ietsjes kleiner pad. Dus ik wil zeg maar dit een beetje het hoofdpad maken. En dan vanaf dat hoofdpad zijn er een paar aftakkingen naar andere habitatjes. En plekjes waar je even kunt chillen en naar de dieren kijken. Een beetje... Ik zit te denken aan een paar bosjes te maken en parkjes. Dus dat het een beetje echt als een park aandoet. Zeker in Nederland hebben we veel dierentuinen natuurlijk die dat hebben. Ik hoop dat het hier in het midden kan eigenlijk. Want dan kan ik misschien wat watertjes en zo eromheen maken later. Maar ik wil eigenlijk gewoon een habitatje hier binnen maken. Het moet dus een klasse 2 hek zijn, minimaal. Die niet beklimbaar is. Deze is wel beklimbaar. Maar ik vind deze eigenlijk wel tof. Omdat je dan echt door die hekken heen de dieren kunt zien. Zoals gezegd kan ik natuurlijk dat niet heel laag doen. Maar ja, deze hekken... Ik weet niet. Daar kan je wel echt dicht bij de dieren komen. Als je begrijpt wat ik bedoel. Want die zitten gewoon letterlijk aan de andere kant. Van het hek. Je kan ze zeg maar als je armen er doorheen steekt. Kun je ze aanraken. Dat vind ik wel... Dat vind ik altijd wel cool. Zeker met zulke dieren die niet per se heel gevaarlijk zijn. Vind ik dat altijd wel iets hebben. De hekken zijn zelf niet per se heel erg mooi. Maar ze geven dus wel een heel goed zicht op de dieren. Dus daar ga ik voor. Een beetje... Nou ja, wat ze in het echt ook zouden gebruiken misschien voor deze dieren. Om ze tentoon te stellen, zeg maar. Zo, hekje hier omheen. Gaan we gewoon langs de wc. Deze kant op. Ik trek zo meteen de hekken nog even recht hoor. En ik denk ook dat ik hier aan de achterkant een ander hek doe. Zodat je ze niet vanaf hier kunt zien. Want anders wordt het misschien wat te druk voor ze. Dan hebben ze hier achter zeg maar een beetje een wat meer beschut plekje. Ik zal het eerst even wat hoger maken. En ik bedenk me nu ineens dat het wel onbeklimbaar moet worden gemaakt. Ja, dat kan gewoon. Aan welke kant? Ja, zeg mij het maar. Ik denk rechts. Zit ik goed? Zit ik goed? Nee, ik heb het weer aan de verkeerde kant gedaan. Als iemand mij kan vertellen hoe ik weet of dat het links of rechts moet zijn, dan ben je een held. Want ik weet het steeds niet. Maar nu zijn ze niet meer beklimbaar. En dan moeten ze nog wel 3 meter hoog worden. Want anders dan springen ze er alsnog gewoon overheen. En dat is niet de bedoeling. Mag ik hem wat omhoog trekken, AUB? Is er aan de hand? Hij heeft een kleine bug of zo, ik weet niet. Ik klik wel weer opnieuw. Prima. Zo. Ja, nu mag het wel. Naar 3 meter, AUB. Zo. Kijk, en mensen die kunnen ze gewoon zo door dat hekje heen zien. Dat is geen probleem, lijkt me. Ik vind dat, ja, op zich heeft het wel wat ook, toch? Dit stuk dus ga ik even afsluiten. Want ik vind, ja, die dieren hebben toch ook wel wat privacy nodig. Ik dacht aan een weer iets onbeklimbaars. Is dit dan wat? Ja, ik vind dat dan wel weer een beetje erg goedkoop eruit zien. Misschien moeten we gewoon de achterkant hout doen. En dan doen we dat ook, maken we dat ook gewoon weer beklimbaar. Of onbeklimbaar natuurlijk. Want dat kunnen we hier weer doen. Links. Zit ik goed? Hey, in één keer goed. Nou, dat is toch mooi. Kijk, dan hebben we gewoon een cool hek. Je kan de dieren duidelijk zien, zeg maar, vanuit alle hoeken. Je hebt heel veel viewpoints ook. Dus hoeken vanaf waar mensen kunnen zien. Dus ik denk dat we daar wel iets leuks van kunnen maken. We hebben dan nog wel even een deurtje nodig natuurlijk. In de omheining. Een houten deur. Als ingang. Ik dacht misschien in dit hoekje een soort binnenplekje voor ze te maken ook. Dus dan komen daar ook de verzorgers naar binnen. Oké, nou ik heb nu wel een heel leuk ding gemaakt. Even kijken hoe groot die is. 608 vierkante meter. Dat is groot zat. Maar ik bedenk me ineens dat ik nog helemaal niet heb gekeken naar... of dat ik ze überhaupt kan betalen. Dus we gaan naar de skunk. Hoe heet dat ding ook alweer? De wasbeer in ieder geval. Wasbeer. En waar is de skunk? Ik weet even niet meer hoe die precies heet. De gestreepte skunk. Dat was het. Wasbeer en de gestreepte skunk. Nou, die klik ik gewoon even allebei aan. Gestreepte skunk. Zo. En dan doe ik de prijzen weer gewoon op cashlijst. Ik heb ondertussen trouwens wel wat conservation credits gekregen.
Dat komt omdat ik de game weer heb gestart. Dan krijg je er altijd 100. En ik heb er 20 omdat ik bezoekersgedag heb gezegd. Dat doe je zo. Dan is er een bezoeker. Dan ga je heen en dan zeg je heet ze welkom. En dan krijg je 20 conservation credits voor. Dus dat is best wel leuk. Ondertussen hebben we lekker aangespaard trouwens. Daar ben ik ook blij mee. Er zijn wel ook wel... Oh, er zijn ook wat, wat dingen hier. Dat ga ik eerst even fixen. Monteursonderzoek is gedaan. Dus we hebben wat nieuwe omheiningen. Dat is echt briljant. En dan hebben we onderzoek gedaan naar de... Oh, de Jaguar. Die is al helemaal onderzocht zelfs. Dus als het goed is, hebben we daar dan ook nu van die verrijkingsitems voor. Gaan we gelijk naar kijken. De Jaguar. En dan voeding. Ah, kijk. Ja, de pompoen. En ik vind deze ook altijd wel cool. De piñata. Waarom ligt jij op je... Nou ja, goed. Hij ligt, maar die wordt vanzelf een keer overeind gezet. En dit ding is ook altijd wel vet. Daar gaan ze aan trekken. Zo. En die zet ik dus voor de ramen, zodat ze, ja, de mensen de Jaguars goed kunnen zien. Dat is altijd wel belangrijk. En dan willen ze natuurlijk ook nog wat speeltjes. Oh, dit vind ik ook altijd wel een cool ding. Zo'n krap schors. En dan zo'n zak die een luchtje heeft. Die zet ik wel een beetje hierachter. Dan is het wel een klein beetje verspreid. Wat is dan nog meer leuk? Een boom. Ah, zo'n krabboom. En die krabboom die lijkt op die andere bomen. Dus dat stopt. Dus hier gaan ze dan, hier kunnen ze dan aan krabben specifiek. Nou, mag ik dit wegdoen nou, alstublieft? Zo. Nou, dan hebben we deze mooie verrijking. Dan zijn ze echt helemaal gelukkig. Dus nu is echt alles gefixt. En kijk die kleine gaan. Oh, hij heeft ook zo'n mooie staart. Die staart is best wel lang. En ze zijn lekker aan het zwemmen. Nou, top toch? Oké, ik was weer een beetje afgeleid. We waren bezig met de skunk en de wasbeer. En die hebben we dus alleen op geld gezet. Nou, dat is top. Van de skunk hebben we er 2 in principe maar nodig. Ik kies er dus voor om vooral voor vruchtbare dieren te gaan nu. Want ja, hiervoor kijk je niet direct naar aantrekkingskracht. We zouden even zo kunnen doen. Kijken wie er dan naar boven komt. Maar het liefst heb ik gewoon een vruchtbaar dier. Kijk, zoals deze is heel vruchtbaar. Want uiteindelijk als je die dieren hebt en die verkoop je weer, dan kun je of conservation credits of gewoon geld ervoor krijgen. Deze vind ik wel oké. Die heeft toch best goede stats en ook een goede aantrekkingskracht. Dus die gaan we doen en dan zoek ik nog even een goed mannetje. Deze is op zich oké. Hij heeft niet zo'n hoge levensverwachting, maar dat gaat wel. Dat komt wel goed met haar, denk ik. Dus die gaan we ook adopteren. Dus dan hebben we 2 wasberen. Het zouden er meer kunnen zijn, maar we houden het voor nu even op 2. En dan hebben we nog wat mannetjes gestreepte skunks nodig. Deze is op zich redelijk. Zijn immuniteit is niet echt briljant, maar dat moet kunnen zo. En we hebben maar 1 pagina, zie ik. Dus de vrouwtjes skunks hebben we op dit moment niet. Maar we kunnen even opnieuw doen. Dan ga ik even kijken of dat het toch op de andere lijst staat. Een vrouwtje skunk. Misschien wel een goeie. Oh, kijk. Deze is een albino. Even zien. Ik wil alleen nog maar de skunk zien. Hop. Dus niet meer de wasbeer. Hop. Ja, kijk. De vrouwtjes zijn gaan weg voor 100. Conservation credits. Deze is 1,4 jaar. Vrij vruchtbaar. Best wel een goeie eigenlijk. Nou, daar gaan we gewoon voor. Besteden we er gewoon 100. Prima. Hebben we mensen die protesteren? Het is er aan de hand. Wat is er aan de hand? Ik zie helemaal geen foutmelding. Volgens mij is iedereen best wel blij. Toch? Of is er iets aan de hand met mijn dieren? Oh, hij is niet blij. Wat is er met jou? Hij zit in het zit hij daarin vast of zo? Oh, de stress is hoog. Ah, ik ben vergeten om van die bordjes neer te zetten dat mensen stil moeten zijn. Dat gaan we eens even doen. Zo. Kijk, je hebt van die blauwe bordjes zijn het volgens mij. Deze. Die zeggen, stoor de dieren niet. En dat zorgt ervoor dat mensen stil zijn bij het verblijf. Tenzij ze aan het protesteren zijn, dan mogen ze ineens keihard schreeuwen. Maar goed. Dat is hoe het werkt, vrees ik. Zo. Nou, dan zou dat aardig goed moeten komen. Nou, dan hebben we volgens mij alle dieren, toch? Ja, we hebben er 4. Nou, top. Dan gaan we zorgen dat die
in hun verblijf terechtkomen. Op. Die worden dan hier dan ergens vandaan getoverd. Volgens mij hierachter. Ik versnel ondertussen de tijd even. Dan kijk, daar komen de doosjes. Hop, hop, hop. En daar is het eerste dier. Ik vind het altijd een leuk moment. Voor de allereerste keer zie ik namelijk een gestreepte skunk. En een wasbeer in Planet Zoo. Oh, jullie zitten wel een beetje vreemd op elkaar. Nou ja, goed. Kan gebeuren, toch? Kijk eens, daar gaan ze. Ik vind het echt leuk. Ik vind het ook leuke dieren. Het zijn dieren die je eigenlijk niet zo vaak in dierentuinen ziet. Ze zijn vrij klein. Maar ik vind dat juist wel lachen. Dus ik ben er wel blij mee. En we gaan er wel voor zorgen dat ze een beetje bij de mensen in de buurt moeten komen. Ik denk er namelijk aan om hier aan de achterkant gewoon echt best wel wat begroeiing te doen. En dan hier wat open plekjes waar mensen goed kunnen zien. Zoals altijd ga ik gewoon alle dingen langs hier aan de rechterkant. Om ze een beetje blij te maken natuurlijk. Ze hebben geen eten en dergelijke. Ik kan hem wel even op pauze zetten voor nu. Want we hebben genoeg geld. En dan worden ze niet al te gestrest en zo. Ik vind het altijd wel fijn als ze pas gaan spelen. Zodra ze een fijne habitat hebben, zeg maar. Sociale groep. Nou ja, dat komt goed. Formaat is niet toereikend. Wat dan? Aarde komt doordat ze geen water en geen klimplek hebben. Ik ga gewoon door naar deze. Ze hebben een stevige schuilplaats nodig. Ja, dat moet ik inderdaad nog maken. Dus laten we dat dan ook maar gelijk gaan doen. Bouw. Dan wil ik weer zo'n beetje zo'n afdakje maken voor ze. Wat ik ook bij de Jaguars heb gedaan daarachter. Dat gaan we hier nu ook weer doen. Misschien metaal een keer. Kijk, dan maken we echt een beetje zo'n stalletje, zeg maar. Ik denk dat dat wel fijn is. En ik denk dat dat zeker wel fijn is aan deze kant. Ik hou dan Z in en dan kan je hem een beetje zo draaien. En dan plak ik hem zo op die omheining. En dan hopen dat ze daar verder niet op kunnen klimmen. En dan denk ik dat ik gewoon iets met... even kijken naar muurtjes. Wat voor muren hebben wij allemaal? Misschien gewoon van die steunbalken eronder. Kijk, zoiets. Dat is vrij simpel te doen op zich. Zo. Kijk, het is niet nodig. Je kan het gewoon zo laten staan. Maar ik vind het wel net even wat realistischer eruit zien als we ook een paar steunbalken onder dat dak hebben staan. Anders dan is die ook maar zo random geplaatst. Dan selecteer ik die en dan doe ik Ctrl-X. En dan krijg je van die pijltjes en dan hop. Dan kun je hem gewoon kopiëren en dan kun je met die pijltjes hem daarheen slepen waar je heen wil. Iets omlaag. Zo. En dan nog één. Aan deze kant. Even zien hoe die zitten hier. Kijk, dan heb je zonder al te veel moeite gewoon een afdakje die er best oké uitziet, toch? Mensen kunnen er hier wel in kijken, bedenk ik me. Misschien dat we dit ook gewoon hout moeten maken. Want ik wil eigenlijk ze gewoon hier wat privacy geven. Zo. Hopla. Zo, dan kunnen ze echt niet in dat afdakje kijken. Dus ik denk dat dat ook fijner voor ze is. Gooi jij hem nou op het dak? Of wat is het idee? Dus, dan hebben ze een schuilplaats. Als het compleet lukt, dan zal je dat zien. 100, 86, 72. Ja, oké, ze hebben voldoende schuilplaats. Ze zijn nog niet zo blij met het terrein. Ze hebben wat meer aarde nodig. Nou ja, vooral eigenlijk kort gras hebben ze nodig. Dus dat ga ik eerst eens even zo op het verzorgen. Eigenlijk vinden ze heel veel kort gras wel fijn. Dat is prima. Dat hebben we zo geregeld. En dan aarde natuurlijk. Nou, ik wil ook graag wat water voor ze maken. Nou ja, het is gematigd Amerika. Dus ik zou zeggen gewoon een soort, soort plasje. Dat moet wel voldoen, denk ik. Zo'n beetje. In het midden vind ik dat altijd wel cool. Hij gaat die kuil inrennen. Maar blijkbaar kunnen ze zwemmen. Dat had ik eigenlijk niet direct bij ze verwacht. Zo hebben ze wat water. Ik denk dat dat perfect voor jullie is, toch, dit water? Ja, dat is helemaal goed. Ze moeten alleen nog wat klimruimte hebben. Nou, dat is allemaal prima. Ze houden van veel bedekking. Heel veel bedekking. Dat is goed nieuws. Dan ben ik nog even eerst benieuwd naar de gestreepte skunk. Zijn jullie er blij mee? Ze zijn in ieder geval heel erg blij met de ruimte. En zij vinden het lange gras wat te veel en ze willen wel wat meer aarde. Nou, dat komt helemaal goed. Zo, wat meer aarde. Volgens mij zijn ze zo allebei helemaal blij met de aarde. Kijk, die skunks die zwemmen ook gewoon. Hebben ze dus niet nodig, maar ze doen het wel.
Ze zijn allebei de dierensoorten, zeg maar. En die zijn nu blij ermee. Dat is fijn. Dan wilde ik nog even zien hoeveel bedekking zij willen. Eigenlijk, allebei de dieren hebben dus blijkbaar... Maakt het niks uit. Willen gewoon het lekker bedekt hebben. Nou, dat vind ik prima. Ik ga voor Noord-Amerikaans gematigd klimaat aan foliage. Hoe noem je dat? Natuur. Bomen en dergelijke. Dus dan krijg je al snel bomen die je ook gewoon in Europa ziet. Zoals de beuk. En welke hebben we dan nog meer? Brandnetels, braamstruiken. Nou, die kennen we allemaal wel. Dus het gaat een beetje lijken op een Europese plek ook. En dat vind ik helemaal prima. Want dat is gewoon waar deze dieren leven. Dus opnieuw, net zoals in de eerste habitat, ga ik de achterkant zeg maar een beetje vullen zo met bomen en bosjes. Dus wat berken, struiken, bramenstruiken. Deze is echt huge. Oké, nee, die gaat daar niet in passen. Even kijken, van die braamstruiken, die zijn altijd wel mooi. Zo, ik wil jou niet... Even kijken hoor, niet uitlijnen met oppervlak. Zo, en je mag wel willekeurig draaien. Van mij. Zo, en dan maken we hier achter gewoon een beetje een wat meer een bosje, zeg maar. Daar kunnen ze dan niet in, dus je houdt ze dan een beetje weg daar bij die achterkant. En dan drijven ze automatisch ook wat meer dus naar de voorkant toe. Waar de mensen ze dan weer wat beter kunnen zien. En ik plaats eerst gewoon even random deze bosjes. Dat is een beetje mijn basis. Daar, van daaruit ga ik het wat mooier maken. En ja, hoe zeg je dat? Wat meer variatie erin brengen natuurlijk. Want nu zijn het gewoon allemaal bosjes op elkaar gestapeld. En die wil ik even kijken. Ik heb nog wel meer van die braamstruiken. Even zien. Dit, wat is dit? Het zijn bloemetjes. Het zijn ook nog van die bloemetjes. Een S, is dat nog mooi? Dat vind ik op zich ook nog wel een mooie boom. Misschien hier nog. Hop. Ah, kijk, die rozen. Die zijn altijd mooi. Dus dan heb ik nu zeg maar die bramenstruik gedaan. Doe ik die rozen er een beetje zo doorheen. Zodat het een beetje anders eruit gaat zien nog. En opnieuw, dat doe ik dus door shift in te houden. Dan trek ik hem omlaag en omhoog. Maar dan hebben we nu ook nog wat extra bloemetjes erin. En dan ben ik eigenlijk nog even op zoek naar inderdaad wat lager spul. Hier zo wat gevallen bladeren bijvoorbeeld. Dat ziet er wel leuk uit. Dat zie je toch altijd liggen, hè, bij die bomen. We hebben weer mensen die komen protesteren. Wat is er nou weer aan de hand? Oh, we hebben in ieder geval een beschadigde omheining. Oh, die is al gefixt, denk ik. Veel bezoekers vinden de kaartjes goedkoop. Nou, daar ben ik heel blij mee. Dan gaan we die gelijk omhoog gooien. Hop, meer geld verdienen daarmee. Oh, nu zijn kinderen duurder. Dat is misschien niet zo... Zo, 9 en 8. Zoiets. Ik weet niet wat die... protesters, hoe noem je die? Die mensen die komen protesteren hier precies aan het doen zijn. Maar goed, we gaan gewoon rustig verder. We negeren ze gewoon. De S hebben we. Gewone S-doorn. Ja, het zijn echt gigantische bomen. Dus ik wil niet alleen maar van die huge bomen hier in mijn park hebben. Hortensia's. Ja, dat zijn natuurlijk onmisbare planten. Hè? Zo, echt Europese hortensia. Die doe ik ook nog een beetje zo hier door die bosjes heen. Wat is er nou toch aan de hand? Ik ben supergoed bezig met mijn dieren blij maken. En jullie staan alleen met schreeuwen hier. Maak mij boos. Even zien. Nou, dan vind ik dat best aardig gelukt, zeg maar. Dat een beetje afronden, afsluiten daarachter. Dat ze daar niet al te veel heen gaan. Dan moeten ze wel wat naar voren. Dan ga ik nog wat stenen plaatsen. Gewoon omdat dat er wat natuurlijker uitziet nog. Hier bij de randjes vind ik dat eigenlijk ook nog wel mooi. Zo, even zo een beetje het water in. Misschien is deze steen iets te groot om te gebruiken. Zo. En dan wil ik eigenlijk ook nog wel wat plantjes in het water. Ja, dit stop. Lisdodden. Gewoon nog wat riet zo. Dan is het echt een beetje zo'n... klein plasje met wat riet en... wat stenen erin. Waar ze lekker in kunnen zwemmen. Nou, als ik het zo bekijk, dan denk ik toch... Het ziet er best wel leuk uit.
Volgens mij hebben deze dieren best een leuk plekje. Het voordeel van deze vrije plekken is dat we dus hier de verrijkingsitems neer kunnen zetten. Nou moeten we daar nog wel eventjes... Is er al een wasbeer aan het bevallen? Zo. En we hebben nog eens 2000 eutjes verdiend. We krijgen al baby wasbeertjes. Oh, die is klein. Hoe snel gaat dat, joh? Hey, kleine. Oh, twee zelfs. Twee kleine wasbeertjes, dat is leuk. Wat gaat dat snel? We zijn, hoe lang zijn we nu onderweg? Oh, we zijn al 4 jaar onderweg. Oké, ja, het komt gewoon omdat de tijd hier heel snel gaat. Maar dit is toch schattig. 4 wasbeertjes al. En ik denk dat ik die familie gewoon een beetje bij elkaar laat, waarom niet? Wat ik nog wel even wil, is onderzoek doen naar die dieren. Want dan kunnen we daar ook wat verrijkingsitems voor fixen. Ik weet niet of dat er al iets is überhaupt wat we hier voor ze erin kunnen plaatsen. Maar laat ik eerst even kijken naar de wasbeer. Die kunnen natuurlijk klimmen, dus dat moeten we sowieso nog doen. Maar die vinden bijvoorbeeld deze speeltjes ook wel leuk. Dat kan ik me voorstellen. Zo, een doos en een blok ijs. Dus die vinden het wel leuk om daarmee te spelen. Hebben we dan voor de skunk. Die houdt wel van die sproeiers. Doen we die er ook bij. Oké, voor de rest nog geen dingen voor eten. Dus alleen nog maar speeltjes hebben we voor ze. Nou, is op zich prima. Dan moet ik nog wel even dus die klimdingen plaatsen voor de wasberen. Wat is dit voor iets? Klimtoestel. Oh, daar kunnen ze ook gewoon op spelen dus. Ik wist helemaal niet dat dit een ding was. Of is dit voor mensen? Ik ken dit niet. Alright, nou, we gaan gewoon dit weghalen op. En dan ga ik gewoon zo'n houten ding wil ik gewoon plaatsen. Kijk, zoiets. Dit zouden ze heel leuk vinden. Ik vind het wel vrij groot. Hebben we ook iets kleiners? Die is nog groter. Die is niet echt passend bij dit thema. Nou, dan komen we toch weer uit op deze. Ik kan er wel... Ik zou eventueel wat kunnen weghalen. Oh, is er iemand ontsnapt? Wie is er ontsnapt? Ik hoor wel gegil. Oh, hier is gewoon het hek open. Dat is niet handig. Waar is die? Oh. Waarom zijn mijn monteurs niet bezig met dit fixen, als ik vragen mag? Hallo, dudes. Fix dit. Want nu rent hij ook naar buiten. Oké, ik ga dit weghalen. En dan fix ik het zelf wel. Waarom wordt dat niet gefixt? Heel irritant. Nou, deze is nu ook uitgebroken. Dus die moeten we dan ook met een noodvangst pakken. Dat was niet zo handig. Ik ga even dit... Want volgens mij kan ik dat gewoon instellen hier. Hoe vaak ze dat moeten doen. Hier zo, onderhoud. Monteurs. Kom even elk half jaar alsjeblieft. Want dit was niet echt de bedoeling. En volgens mij, dit ziet er allemaal niet zo heel best uit. Dus volgens mij moet je gewoon eens even een keer je werk gaan doen nog. Nou goed, dat was een hoop hectiek daarom. Maar ik heb ondertussen dit ding erin geplaatst. En ik wil eigenlijk eventjes deze weg. Want anders vind ik het gewoon te groot. En ze vinden dat wel leuk natuurlijk. Maar ik wil dat ook mijn habitat er nog een beetje leuk uit blijft zien. Zo, dus we halen even wat stukken daarvan weg. Zoals ik al eerder in mijn vorige aflevering, mocht je dat gemist hebben, zei... Ik bouw meestal zulke klimdingen niet zelf. Want er zijn gewoon heel veel mensen die super toffe dingen maken. En ik vind het gewoon echt niks aan om te doen. Dus nou ja, dat is de reden. Maar nu hebben we toch een hartstikke mooi ding. Kijk dan. Dan kunnen ze toch leuk inklimmen. En mensen kunnen het super goed zien. Dus iedereen blij volgens mij. Ik ga wel even checken of dat zij eruit kunnen. Nee, ze kunnen er niet uit. Oké, nou, dat is top. Dan hebben we een supercool verblijf gemaakt voor de skunks en de wasberen, vind ik. Moeten we natuurlijk nog wel eventjes wat dingetjes doen. Want ik wilde even kijken of dat het water, of dat de waterzuivering wel goed komt. Ja, dat zit helemaal goed. Want hij hoeft alleen maar het hek te raken, volgens mij. Dan hebben we alleen nog even wat van die educatieborden en dergelijke nodig. En dan wil ik ook nog sowieso even iets meer... dingen voor de bezoekers neerzetten. Hier doe ik dus weer... even kijken. Uitlijnen met oppervlak. Dan kan je namelijk die borden weer gewoon zo... op het hek plakken. Dat vind ik altijd wel ideaal. Hop.
gewoon op verschillende random plekken plak ik die zo aan dat hek vast. Dan kan je leren over zowel de wasbeer als de skunk. Als er hier helemaal stroom is, dat is ook nog wel even belangrijk. Wasbeer en de skunk. Nou, dat is toch top? Dan krijg je mooi wat informatie over die dieren. Dan natuurlijk nog iets heel essentieels. Donatieboxen. Dat zetten we ook op verschillende plekken neer waar ik ook speeltjes heb neergezet. Want dan daar zijn die dieren merendeel. Dus dan zijn mensen ook eerder geneigd om daar geld in te mikken. Dus gewoon lekker veel neerzetten, maakt helemaal niet uit. En dan wil ik ook nog wat bankjes en prullenbakjes natuurlijk. Omdat mensen zwijnen zijn, dat is altijd de reden. Oh, niet aan die kant. Ik wil ze altijd op het pad hebben. Ik kan ze ook buiten het pad zetten. Maar ik vind dat toch altijd wat minder mooi uiteindelijk te uitzien. Dus ik zet ze gewoon zo rondom. Je kan nu echt ongeveer overal zitten. Dus ik wil daar helemaal niks over horen. Jullie hebben meer dan genoeg zitplek. Is nou weer iemand ontsnapt? Wie nou weer? Nee, het is helemaal niet waar. Kapotte omheining, zegt hij weer. Jongens, waar is mijn monteur? Wat is die aan het doen? Oh, hij is onderzoek aan het doen. Oh nee, dit is de dierenarts. Waar is mijn monteur? Ga jij eens daar weg? En kom eens even hier. Ik ga gewoon... Ik kan een monteur dringend toegewezen. Ja, kom daaruit. Ga die hekken repareren. Oh, hier is het ook weer gewoon open. Wat doe jij de hele dag, als ik vragen mag? Ah, hij heeft het alweer gefixt. Oké. Okay. Nou, dat is... Dat Jaguar-verblijf, dat heeft wel wat nieuwe omheiningen nodig. Nou, daar komen we later wel op. Want hij is dus omheiningen aan het onderzoeken. Ik ben benieuwd even wat voor dingen we nu al hebben. We hebben deze schanskorf nieuw. We hebben een wat harder gaas. En dat is het, denk ik. Ja, dat is het voor nu. Dus zouden we nog wat veranderingen in kunnen doorvoeren. Maar ik neem toch aan dat die ene monteur dit wel moet kunnen. Kijk nou, ligt ze hier te tukken. Oh ja, dat moet ik ook nog toevoegen. Een bedje natuurlijk. Anders liggen ze daar helemaal koud. Even kijken wat voor dier. Misschien kunnen ze ook wel onder de grond. Ja, kijk, ze kunnen ook in zo'n dierenhol. Dat vind ik ook altijd wel vet. Dan gaan we zo... die plaatsen we dan hier. En daar kunnen ze dan ook in slapen. En kan die wasbeer daar ook in? Nee, die kunnen daar niet in. Dus dan gaan die wasberen, die komen dan gewoon hier zo op kleine plekjes. Kunnen die hier zo slapen. Maar die skunks, die gaan dus onder de grond. En dan kun je ook, volgens mij kun je ook zo'n camera zien of zo, toch? Een camera. Ja, dat is zo cool. Dan kan je hier binnen kijken. Ja, dat vind ik echt zo'n leuke toevoeging ook, die holletjes. Dus dat is al weer het tweede verblijf. En we hebben nu dus 3 dieren in de dierentuin. En kijk eens naar ons geld. Gaat als een gek. Ik heb gewoon $21.000 op de bank. En we hebben nog niet eens... we hebben gewoon 2 verblijven uit de grond gestampt. Dan denk ik wel. Dan wil ik eigenlijk gewoon eventjes bijvoorbeeld een mooie wc neerzetten. Dan gaan we die gewoon weghalen. En dan wil ik... Want dan kunnen we langzaamaan wat dingen mooier gaan maken. Ik vind op zich deze wc's altijd wel oké. Okay. Alleen wel huge, zie ik. Dus dan is dit weer niet de meest handige plek. Waarom is dit zo groot? Oké, okay, ik maak het zelf wel. Even zien. Pad weg. Oh, niet. Dat was niet de bedoeling. Niet het pad weghalen dus. Absoluut niet. Maar hij pakt hem nu niet. Nou, dan zetten we hem aan deze kant. Ik weet het goed gemaakt. Zo, doen we daar het toilet. En dan kunnen we misschien wel even wat een beetje eromheen bouwen. Zodat het een beetje normaal eruit gaat zien allemaal. Zo. Kijk, dat kunnen we ook gelijk hier deze kant op. Dan fixen we gelijk dat alles er een beetje toonbaar uitziet. Doen we zo'n boogie. En dan gaan we hier gewoon door. Met een deur. Ja, voor nu... Oh, dit is een beetje scheef. Oké, dit komt allemaal scheef op deze manier. Misschien moet ik jou...
Ik ga hier wel even mee klooien nog. Nou, ik ben dus gewoon nu alles zo een beetje aan het inpakken. Ik heb helemaal rondom zo'n beetje. Hier staan nog ramen, zo, hop. Heb ik gelijk dat hele verblijf erbij gepakt. En dan hoeven we er nu alleen nog maar een dakje op te leggen. Wat is dus een beetje een toonbaar metalen dak. Ja, dat vind ik wel cool. Dat is een beetje modern, hè. Maar dan is alles een beetje ingepakt. Dan ziet het er iets mooier uit dan anders. En ik weet niet of dat die... Want ze krijgen ook scores, zeg maar. 34% is dat nu voor de scores van hoe dit eruit ziet. We zouden natuurlijk gewoon... Want hier staan wat bomen en zo. Kan ik die pakken alsjeblieft? Moet ik even dit doen. Zo, hop, een boom. Dan doen we er gewoon wat bomen en dergelijke achter. Want dan vinden ze het ook alweer mooier worden. En dan, dat zorgt er dus voor dat alles wat efficiënter gaat werken. Dat al je personeel wat sneller blij wordt en wat minder rust nodig heeft enzovoort. Dus dat is op zich wel even de aandacht waard. Ja, niet te gek. Ik bedoel, het gaat uiteindelijk om de dieren. Maar zo hebben ze al een redelijke score. En dan ziet het er ook voor de mensen alweer ietsjes minder apart uit. Ik denk wel, misschien moet ik gewoon nog even dit ook dichtmaken. Want je kan gewoon... Kijk, het personeel kan in principe gewoon door betonnen muren heen lopen. Maar ja goed, dat ziet er natuurlijk niet per se heel prachtig uit. Even zo. Ja, dan plak ik even zo deze muren op elkaar. Hop. En dan kan je bijvoorbeeld gewoon een deur erin doen. Zoals deze. Zo. En dan lijkt het net alsof dit een soort van... personeelsplek is, dus daar mogen niet bezoekers zomaar in. Je mag naar de wc, maar daar houdt het op. En ja, we kunnen hier natuurlijk nog allemaal bloemetjes en dingen doen. Dat is, kan ook nog voor later. We zouden nog even hier een boompje heen kunnen halen. Kijk, dat is ook nog weer het fijne. Hè? Er staan dus allemaal bomen zo door dat hele gebied heen. En die kun je gewoon hier naartoe slepen. En dan kan je er gewoon wat leukers van maken. Dan doen we gewoon een azaliaatje erbij. En een... wat hebben we nog meer? We hadden nog wel meer leuke borstjes, toch? Ja, we kunnen wat van die bladertjes zo. Ik wil graag die willekeurige draaiing weer aan. En dan zo'n hortensia. Zien. Boterbloemetjes. Zo, maken we er gewoon een beetje een soort perkje van. Hopla. Wat hebben we nog meer voor moois? Een varen. Loogkruid. Nog nooit van gehoord. Stoppen we er ook nog tussen. Zo. Dit is toch echt een prima plekje, zeg maar. Een soort wildtuintje. Kan je het noemen, denk ik. Zo. Nog wat loogkruid. Zo, een soort wildtuintje zo daar. Nou, dat is toch... dat is ook wel... Dat past wel bij de habitat erachter. Ik wil dit graag vervangen. Deze heeft die jaguar dus omgegooid. Dus jongens. Dat is al nummer 2. Wat is er nou weer aan de hand? Heel veel afval. Waar dan? Ja, jullie zijn afval. Oké. Er is niet heel veel afval, toch? Oh, ik heb helemaal geen afvalbakken geplaatst nog. Dat is het probleem. Sorry. Ik ben helemaal vergeten. Ik heb wel al die bankjes geplaatst, maar ik heb niet die afvalbak geplaatst. Dus dat zorgt ervoor dat het niet schoner wordt hier. Nou, zo. Dan kan iedereen gewoon weer troep in die bakken gooien. Moet ik dan hier nog wat bakjes neerzetten? Is misschien wel slim. Zo, hier zo'n prullenbak. Ik zie hier alweer allemaal zooi liggen. En hier ook. Zo, genoeg prullenbakken zou ik zeggen. Maar tweede habitat gemaakt dus. Daar was ik mee bezig. Ik zeg hier, want dit hek begint het ook al te begeven, dat de monteur ook even wat vaker langs moet komen. Doen we elke 6 maanden. Want dan kan hij dat hek ook een beetje bijhouden. Wat is er nou toch steeds aan de hand, mensen? Ga toch weg. Er is helemaal niks aan de hand. Geen bewakers. Misschien moet ik gewoon bewakers doen, dat dan die gasten eruit gezet worden. Laat ik dat gewoon eens gaan doen. In ieder geval is dierenartsonderzoek voor de gestreepte skunk klaar. Of nou ja, al een aardig stuk klaar. Dan ga ik nu de wasbeer doen. En dan ga ik even kijken of dat voor de gestreepte skunk toevallig wat verrijkingsitems zijn nu. Skunk. En dan
voedsel vooral. De slow feeder, die is er nu, dat is top. En ook de kegel feeder. Dus dat zijn een beetje van die voerdingetjes waar ze het uit kunnen rommelen. En slow feeder is ook voor de wasbeer leuk. Dus dan plaatsen we daar gewoon twee van. Ook weer dicht bij de hekken dus, om de mensen een beetje de dieren te laten zien. Dus de dieren een beetje naar de mensen toe te lokken. En dan ziet dat er aardig uit. Hey, dit is een baby wasbeer. Hebben we eigenlijk ook al een baby skunk? Ik ga kijken. Waarom zit jij in dat ding? Ga eens eruit. Wat is er met deze? Jij zit daarin vast. Alle dieren uit de kist halen. Die zit gewoon vast in die kist. Dat is ook niet leuk. Maar we hebben dus nog geen baby skunk. Dat is jammer. Jij bent een Ik denk steeds dat dit hem is, maar dit is een baby wasbeer. Wat ben je aan het doen? Hij vindt die vloer leuk of zo. Kijken of dat ik er eentje kan zien spelen ook. Of zien klimmen. Er is tot nu toe nog niemand aan het klimmen. Nou, volgens mij is iedereen super blij. In ieder geval golft het geld nu tegen de muren op. Dus daar gaat geen probleem mee zijn. Dit is het begin van ons dierentuintje. Ik ben op zich weer een dier ontsnapt. Wat is er toch steeds aan de hand, jongens? Er gebeurt zoveel. Waarom ontsnappen jullie steeds? Hoe kom je daar nou weer uit? Heb ik iets verkeerd gedaan? Noodvangst. Dan ga ik even kijken, want hoe kan jij ontsnappen? Waarschijnlijk kan ik dat dan wel ergens zien. Ja, kijk, ze kunnen hier overheen dus. Is dat dat stukje wat ik net heb vernieuwd of zo? Heb ik dat niet hoog genoeg gemaakt? Even kijken. Hoe doe ik dat omhoog? Oh, hier is geen... Of hoeft dat ook niet? Ik weet niet wat hij doet, maar... Kan ik hier ook een onbeklimbaar ding van maken? Dat kan dus. Toch? Oh, ja, weer aan de verkeerde kant. Uiteraard. Zo, ik denk dat dat het probleem is. Ze konden hier over die ingang heen. Dat heb ik waarschijnlijk ergens een keer uitgeklikt of zo. Ik weet het niet. In ieder geval zit iedereen er weer in. Is het weer veilig? Ik ben ongeveer al vier keer begonnen aan mijn einde praatje, zeg maar. Goed, soms gebeurt er wat hè, in de dierentuin. Ik fix nog even dit geld. Want we hebben allemaal misdaden verholpen. En dan kijken wij hoe deze Jaguar zijn stukje vlees te pak krijgt. En dat bedank ik jullie weer heel erg voor het kijken. Ik hoop dat jullie het een leuke aflevering vonden. Er is in ieder geval genoeg gebeurd. Dat zeker. Vond je dit nou leuk? Laat dan een like achter. En vergeet niet te abonneren om op de hoogte te blijven van deze afleveringen. In ieder geval van de aflevering in de toekomst. Nogmaals bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie een hele leuke dag hebben. En dat mijn video daar een beetje aan heeft bijgedragen. En tot de volgende video, jongens. Doeg!